Welkom bij Visblad TV. Vandaag geen vraag het aan Ed. Het wordt vraag het aan Marco, want Ed kan vandaag echt niet. Ik heb een bijzondere vraag gekregen van de bekende snoekbaasvisser. En het antwoord op die vraag krijgen we daar achter ons in deze winkel in Oostvoorne. Morgen Rick. Marco, jongen, alles goed? Ja, perfect. Hey Marco, ik heb een vraag. Je weet dat ik helemaal gek op vissen ben, hè? Ja. En nou wil ik een keer in het gesloten seizoen met kunstenaars toch gaan vissen. Nou, dan ben je... Kan jij me vertellen? Ja, je bent nog op de juiste plek. We staan hier in Hengelsportzaak Avicenta in Oostvoorne, aan het Oostvoornse meer. Moet je voorstellen, 270 hectare glashelder water, bomvol grote forellen. En hier mag je in de gesloten tijd vissen met kunstenaars, met ploegjes, met lepeltjes. En als je ze vangt, Rick, ik verzeker je, dan word je knettergek en dan blijf je terugkomen. Dus het is absoluut verslavend. Fenomenaal. Dus ik hoop dat we vis gaan vangen. Marco, vraag je. Ja. Snoekbaasvissen, daar weet ik wat ik nodig heb. Ja. Maar forel, wat heb ik nodig? Nou, wat je eerst nodig hebt, Rick, is goede informatie. Nou, dan moet je gewoon naar zo'n winkel gaan die in de buurt zit van zo'n water. En deze winkel, je ziet, het is helemaal ingericht op die visserij, op kunstenaars, op forel. Ze hebben voor ons een doosje neergezet. En wat je ziet, dat zijn allemaal plugjes, lepeltjes, kleine plugjes, dit soort dingen. Enkel haak, want je mag hier aan het enkel haak vissen, heel belangrijk. En wat ook bijzonder is, hele kleine spinnetjes met een zalmaatje erachter. Nou weet ik van mijn vliegvis, ik heb hier veel gevliegvist, dat die zalmaatjes vaak heel goed zijn. Okay. Nou met de spinnenblaadjes, met een lichthengeltje, volgens mij gaat dat fantastisch werken. Nou, ze zien er mooi uit. Ja, zullen we gaan vissen, Rick? Want ik moet zeggen, visdrang. Jij moet vis vangen, maar ik begin ook wel een beetje vangdrang te krijgen. Zo, we gaan vissen. Oké. Okay. Water, dan gaan we beginnen. Nou, we beginnen hier langs de kant. Ja. Je ziet hier sowieso op mooie plekken. Je hebt hier een doorgang naar zo'n dammetje. Daar stroomt het vaak, trekt de vis ook doorheen. En als je als eerste op zo'n plek bent, dan is dat heel verstandig om gewoon vlak voor de kant te beginnen. Niet te veel lawaai maken. We hebben gelukkig de wind deze kant op staan. Als dat niks is, een stuk afgevist hebben, dan kunnen we alsnog die dam op. Ja. En dan kan je daar vissen. Maar in principe zit er overal vis. En ze jagen soms vlak langs de kant. Alleen ze zijn heel schuw, dus op het moment dat je te veel kabaal maakt, zijn ze weg. Ja. We gaan het proberen. Succes! Ik heb er zin in. Succes! Oostvoortse meer was vroeger een zeearm en dit gedeelte heette het Brielse gat. Ze heeft een dam in aangelegd, ontstond de Brielse Maas, hebben ze er nog een dam in aangelegd, volgens mij in 1966, en toen ontstond het Oostvoortse meer. Heel groot meer, 270 hectare, zout water, wat langzaam brak wordt. Nou, dat hele specifieke brakke milieu is ook heel interessant voor ons vliegvissers en voor ons vissers die graag op grote forellen vissen. Het brakke water, daar groeien die vissen fantastisch in. Nou, het meer dreigt heel zoet te worden en dat willen we niet. En gelukkig is er weer een leiding gelegd waardoor er weer zout water in komt, waardoor het brak water ook blijft in het meer. En dat is natuurlijk hartstikke goed. Echt heel veel zijn, dan kijk je nog een stuk zout hoor. Vissen gaan dit hele stuk zo af. Lopen, werpen, net maar tot er wat tegen komen. De visstand in het Oostvoorns meer is beperkt in het aantal soorten. Typisch brakwatervisstand. Je hebt je stekelbaarsen, bot, tarrebot, zwemt ook nog wat haring schijnt. Paling zit er redelijk veel. En er zitten natuurlijk ook forellen. Drie soorten forellen. Regenboogforel, bruine forel en beekridders. Bijzonder van die forellen is dat ze in dit milieu heel snel overschakelen op natuurlijk voedsel. Moet je denken aan garnaaltjes, maar ook aan gewoon vis, aan haring, aan stekelbaarsen. Ja, heel gek, maar ze zijn gek op die stekelbaarsen. En op dat natuurlijke voedsel worden die vissen verschrikkelijk snel groot. Niet alleen worden ze snel groot,
maar ze hebben ook een puikenconditie. Die forellen in het Oostvoortse meer, die komen natuurlijk niet vanzelf. Die komen niet in één keer zo vanuit de lucht in het water vallen. Nee, die worden uitgezet door Sportvisserij Zuidwest-Nederland. Vaak met steun van Hengelsportzaak. Bijvoorbeeld Avicentra in Oostvoorne heeft ook een bijdrage geleverd. Ja, en dat is ook verstandig, want ja, als er een goede visstand zit, kan er ook meer mensen vissen en gaan er mensen naar je winkel toe. Nou, als die vis wordt uitgezet, dus in het najaar, krijgen ze een periode rust. Dan mag je niet vissen. Dat is de maand november. En dan mag je gewoon niet vissen. Dat is goed ook, want die vis kan acclimatiseren, kan zijn plekje vinden. Ja, en dat werkt uitermate goed, want er zit een puikbestand aan forel, mensen. Het is echt nogmaals uniek water. Het is niet makkelijk, maar het is echt een fantastisch viswater. Hey Marco, het is wel taai hier, hè? Ja, het is niet makkelijk vissen. Het is wat anders dan in je bootje 20, 30 snoekbaars op een dag eruit tikken. Dat zeker is, ja. Je kan hier echt, nou, er zijn ook periodes, zeker in het voorjaar hier, dan als ze aan de oppervlakte jagen, dan kan je echt meerdere vissen op een dag vangen. Deze periode tijd is taai, is gewoon doorzetten. Houd er rekening mee dat je gemiddeld 1 of 2 vissen op een dag vangt. Of je dan met een vlieg vist of met kunsthaas, het is vaak een taaie visserij. Maar de beloning is groot, de vissen zijn puik van conditie, die schitterend uit, berensterk. Dus ja, het hoort erbij, het is fishing. Je kan een dag geleden 10 vangen, maar over het algemeen mag je blij zijn als je 1 of 2 vissen. Nou, nogmaals, voor mij de moeite waard om hier helemaal heen te rijden en ik hoop dat het voor jou ook zo is. Ik vind het hartstikke leuk. Dus maar als dat ding er niet in ligt, vang je niks, zeg ik. Nee. Wauw. Ja, Marco, vis. Oké. Okay. Mooi. Kijk, hè. Ze zijn mooi, Rick, jongens. Ze zijn mooi hier. Zij slikt niet losse zin. Ja. Wat bedoel ik? Flippertje. Mooi vis, Rick. Ja, mooi, hè? Pak jij hem? Ja, is goed. Ik ga mijn voet pakken. Hoe mooi gebeurt. Rustig, hè? Mannetje, mooi gekleurd mannetje, Rick. Oeh, koud! Oh, mooi vis, Rick. Mooi vis. Kijk eens. Hoho! Ja. Kijk eens, mannetje. Ah, mooi vis. Kijk eens. Verdorie, zeg, we hebben wel gevangen, vriend. Hey. Aan de lepel. Dat bedoel ik. Kijk, hè. Hey. Nou, kom eventjes, jouw vis. Oh, koud. Oh, koud. Ja, dat is. Oh. Oh. Ah. Maakt hij er nog aan? Nee. Koud. Maar wel mooi. Hey Mark, dat is een mooie vis, hè? Een super vis. Echt niet normaal. Toppie. Hey, maar dan heb ik een vraagje. Ja. Ik heb een vispas, voor snoekbazen, waar ik zit altijd. Ja. Mag ik hier ook mee vissen dan? Ja. Dit water staat gewoon in de lijst voor viswateren. Met een gewone vispas mag je vissen. Ja, super. Vroeger was het zo dat je hier mocht je alleen met de vlieghengel vissen. En als je dan met kunsters wilde vissen, met een enkel haak, dan had je een speciale kunsthaasvergunning nodig. Dat is tegenwoordig ook niet meer het geval. Dus gewoon als jij een vispas hebt, dan mag je gewoon vissen met een vlieghengel. Of met kunsthaas. Pluggen, lepels, maar dan wel met enkel haak. Zoals deze. Dus, ja, en het is echt, Rick, geloof me, dit is echt het beste forelwater van Europa. Nou ja, ze zien er ook ontzettend mooi uit. Topvis. Zullen we er nog één gevangen? We gaan nog één vangen. Ja. Nou, dit was Visblad TV wat betreft het Oostvoornse meer. Wat was het koud. Gelukkig één vis gevangen, Rick. Mooie forel. Ik had er meer van verwacht, maar het is afzien. Het water is 1 of 2 graden, het zal niet meer zijn. En dan toch één bijkrijgen, hadden we respect. Het was heel hard werken. Lekker dag. Hebben we een vis? Dankjewel. Mooi.